Welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ga als eerste aan de slag met mijn beautykamer waar ik het al weken over heb. Ik ga zo de kerstboom samen met mijn vriend even naar boven zetten. En dan ga ik hiermee aan de slag, want het wordt alleen maar erger. Er staan hier bijvoorbeeld de empties. Er staan nog wat parfum wat weg moet en op marktplaats en weggeven. Oud papier, de adventskalenders die leeg zijn. Een stapel PR wat ik moet uitzoeken. Een stapel PR wat ik moet uitzoeken en dingen die ik heb gekocht. En dan dit nog allemaal. Ik krijg dus ook regelmatig de vraag of ik mijn make-up collectie wil laten zien. Maar ik heb gewoon een heel simpel kastje. Met van zulke volle laadjes. En elke maand zoek ik het een keer uit. En ik heb dus niet echt een hele mooie plek voor mijn collectie. Maar hier heb je een beetje een overview. En ik ga nu vandaag even alle mascara's eruit zoeken. En kijken welke er al heel lang open zijn. En daar ga ik afscheid van nemen. En producten die niet in deze la horen, even op de juiste plek leggen. En producten die ik niet meer ga gebruiken, afscheid van nemen. Ik heb zo'n online event van het merk Alicia Bronte. Dat heeft een rebranding gehad, dus daar krijg ik zo van alles over te horen. Met een lekker flesje Canti, Prosecco. Die ga ik nog heel even koud zetten. Maar omdat het een online evenement is, ga ik wel proberen om jullie een beetje daarin mee te nemen. Alleen, je mag niet van iedereen filmen, zo vanwege de AVG. Dat is op een gewoon evenement net weer wat anders. Maar ik dacht, misschien vinden jullie het ook wel leuk om een beetje kijkje achter de schermen te zien in de vlog sowieso, hoe dat een beetje gaat. Goed, de bags, dus de tasjes die we nu ook hebben. Ik pak ze er even bij, daar zijn we ook super blij mee. Er zijn net wat pakketjes binnengekomen voor Pinkit. Ik heb het bol.com pakketje zelf gekocht en de rest is PR. Maar ik dacht, misschien is dat wel even leuk om me deze video te laten zien. In dit pakket zitten de producten van Trini London. Een aantal producten ken ik al, maar dit is om een, een perfect glow look te maken, de producten. Daar ga ik voor Pinkit mee aan de slag. Van het merk X-Skin Perfection heb ik een Botanic Body Lotion en een Renewing olie. Dus die ga ik ook proberen. Van Pinkjelak zitten deze tools erin. Die zijn nieuw. Kun je zwartjes opmaken. Toen bestelde ik de checklist en mijn niet zo'n perfecte leven. Ik ben de laatste tijd veel meer aan het lezen. Gewoon ter ontspanning. Maar ik kreeg ook de vraag of ik er reviews over wilde schrijven. Recensies. Dus ja, ik dacht, misschien is dat ook wel leuk. Of in een YouTube-video of iets. Geen idee. Ik heb niet mega veel verstand natuurlijk van boeken. Ik kan wel lezen en mijn mening erover geven. Maar ik dacht, die twee wilde ik heel graag nog lezen. En als laatste het grote pakket met allemaal collageenpoeders en zo. Die ga ik ook uitproberen. Hier ga ik wel wat langer de tijd voor nemen. Maar ja, ik vind dit ook wel interessant om over te schrijven. Hier zitten shotjes in volgens mij. Poeders, een mason jar. Ja, helemaal leuk. Het is weer vrijdag. Ik ga zo een video opnemen van deze zware mand. De beauty empties. Dan ga ik nog wat werk en dan ga ik het huis opruimen. Want morgen komen mijn ouders. Dus dan wil ik het ook wel een beetje netjes hebben. Goedemorgen. Het is vandaag zondag 9:30. En Faye en ik zijn al lekker op tijd wakker. Ik heb net de keuken opgeruimd en een heerlijke grote mok. De schattige mok van Blond Amsterdam tegenzet. En ik ga verder met dit boek van Sophie Cancella. Mijn niet zo perfecte leven. Ik ben bijna, heb ik het boek uit. Nog iets van 83 bladzijden. En dan komt er een review op Pinkit. Dat doe ik tegenwoordig ook. Deed ik vroeger al boeken reviewen. Maar daar ben ik dit jaar weer opnieuw mee gestart. Vanaf begin januari. Dus ik ben lekker aan het lezen. En nog bedankt voor jullie lieve berichtjes. Ik voel me iets beter, iets minder benauwd en zo. Maar ja, het is nog steeds niet helemaal over. Maar goed, dit boek heb ik vandaag wel uit. En dan ga ik verder met Brandon Sanderson's Sterrenvlucht. Deel 1 in de Skyward serie. Ik was hier al mee begonnen. Maar dit is toch even iets meer. Kijk, dit is een heel luchtig boek op zich.
dit is wat, net wat meer mijn aandacht nodig. En van de week, toen was ik helemaal niet zo lekker fit. Toen dacht ik, andere keer verder gaan. Dus hier ga ik vandaag ook mee verder. En zo kom ik onze zondag wel door.